Goedemorgen lieve mensen, welkom. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over wat ik belangrijk vind in specialty koffie. Ik ben Stefan, ik ben eigenlijk bakker van beroep. En daarom vind ik het altijd wel belangrijk dat je bij koffie meer ziet als grondstof dan als een eindproduct. Ik hou vaak een beetje van het ontleden, met je spelen met smaak en eigenschappen. Nou, hieruit heb ik vandaag als thema dus het ontleden van koffie en het ontleden van smaak. Daarvoor ga ik twee koffies gebruiken. Dat is een beide uit Ethiopië. De ene is een Guji uit het Sidaba-gebied. Die ga ik gebruiken voor de espresso's en de cappuccino's. Espresso's, mooie complexe smaak zit erin. En als cappuccino, door er volle melk aan toe te voegen, komt een hele andere smaak erboven. Dus een mooie ontleding van smaak. Bij de Signature Drink gaan we het nog eens een keer opvoeren. Dan gaan we een echte smaak ontleden door dit apparaat. Dan gaan we de doorlooptijd opknippen in drie delen. Van die doorlooptijd gaan we drie amuses maken. En van die drie amuses maak je dan weer die amuses die we weer gaan contrasteren met de espresso zelf. Dat is een limoe, ook uit Ethiopië, een gewassen boom. Mooie koffie, een beetje wijnachtige koffie. En vanuit daar dan gaan we eigenlijk onderzoeken wat is nou de allerbeste doorlooptijd voor een espresso. Ik heb voor jullie, om het wat makkelijker te maken, en nee, moeilijker natuurlijk, een romaille voor je neergezet. Dan kunt je wat meer spelen met smaken en zoeken waar de kracht van de koffie zit. Hier komt voor mij weer mooi uit met mijn signature drink om duidelijk mijn verhaal te vertellen. Ik ga beginnen met mijn espresso's. Een momentje gevuld, kom zo. Nog 10 minuten. Merci. Duidelijk naar voren. Eigenlijk bijna de andere twee aanzien verdwijnt niet, ze zijn nog aanwezig. De donbonotige smaak is duidelijk die meloen. Schenken met een kleine tulpje. Thank you.
Lazio. Nou, deze drie laten we even afkoelen. Dus eigenlijk de, alle seconden zijn eigenlijk opgedeeld in drieën. Dus circa 8 seconden per espresso. Ik heb hier geslagen room, vol opgeslagen met 5% suiker. Vrij eenvoudig. Dan gebruik ik de suiker om te ontflauwen. Nog 5 minuten. Merci. Suikers om te ontflauwen. De room om de smaak te versterken. Dus eigenlijk gebruik ik niks meer dan wat ook in een cappuccino zit. Dat doen we juist om het simpel te houden. Ik draai hem even om. Ik zeg maar zo, less is more. Zo. Dan heb ik hier de eerste set. Die doe ik in een bakje. Tweede set. En de derde set. We krijgen dat het mooie wijnachtige karakter van deze koffie. Komt dan weer juist terug in de amuses. Dus waar je dan aan denkt bij wijnachtige koffie is de druif natuurlijk. Je hebt rozijnen. Maar ook, omdat het koffie is, ook chocola en karamel. Dat zou je terug kunnen vinden in heel de koffie. Maar ik ga nu specifiek opsplitsen in drie delen. De laatste. Vergt wat tijd, maar dan heb je wat. Deze. Ik heb gelukkig wat over voor de mensen die me aan de volgende doen. Dus ik heb een beetje aan de mensen meegedacht. Dus ik heb hier de eerste set. Het is eigenlijk maar een beetje wijnachtig, citrusachtig, een beetje wrange druifsmaak is het eigenlijk. Daar kun je deze best mee vergelijken. Nog 2 minuten. Ik heb hier een meer ronde rozijnen karamelsmaak zit hierin. En ik heb in deze amuse dit is chocolade. Ik ga er even 4 limoes erbij zetten, 4 espresso's om het te kunnen eiken. Smaak heeft. Daarmee, dit houdt in eigenlijk dat je de beste gemiddelde doorlooptijd kan gebruiken voor deze koffie. Nou, ik zal hem even uitserveren. Ik heb de tijd, maar dat maakt mij niet uit, want ik wil dit wel dat u dit maakt. Ik heb hier de eerste, die ziet een beetje vrange druifsmaak. Zo, de tweede is meer richting karamel. En de derde, chocolade, moet ik goed mikken. Met een vaste hand die ik helemaal heb vandaag. Dat zijn de chocoladeachtige tonen, een beetje zachte chocolade. Alsjeblieft, ga proberen. Dit was mijn presentatie.
niet Stefan. Hij had ook een plek in het toch? Ik weet niet, vorig jaar had hij in zijn signature een hele mooie merengue zitten. En ik ben gek op dat spul en ik was technisch jurylid. En dan is het heel hard dat je daar gewoon niet aan mag komen. Maar dit ziet er ook wel erg goed uit. Ging klekken? Ja, het ging lekker. Ik heb een paar schoonheidsvrouwtjes die niet hadden wachten. Ja, maar ze zeggen dat altijd het eerste jaar voor de ervaring, tweede jaar voor de finale en derde jaar om te winnen, toch? Ja, dat gaat het, ja. Dus je hebt tijd. Dus ik hoop dat het doen. Ja, goed. Dank je.